Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis. We praten met twee gasten uit de Tielse politiek. Straks met Nathan Gradissen. Hij is de fractievoorzitter van de PvdA. Maar nu eerst praten we met Jolanda Stoeten. En jij bent de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Helemaal. Hoe gaat het met de ChristenUnie hier in Tiel? Ja, goed. We zijn tevreden met hoe we bezig kunnen zijn in de oppositie. Nou, dat is logisch natuurlijk dat je dat zegt, want je gaat natuurlijk niet vertellen, want het gaat helemaal niet goed. Sinds de verkiezingen, oppositie, dat zijn jullie inmiddels gewend. Hoe verloopt dat? Nou, we proberen gewoon toch ons steentje bij te dragen voor in het belang van de inwoners. Dus vooral ook opletten dat de kwetsbare groepen goede aandacht krijgen. En daar kunnen we echt ook wel ons zegje over doen en er wordt ook meegenomen. Ja, dat klopt. Je staat ook bekend om je dossierkennis. Maar de totale oppositie werkt niet altijd even goed samen. Nou, ja, je zit natuurlijk altijd met je principiële keuzes, ook als oppositie, die nog wel eens uiteenlopen. Maar waar het kan, proberen we dat zeker wel te doen. En ik denk dat het met de laatste begrotingsraad ook echt wel het geval is geweest. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, bijvoorbeeld op het dossier kunstgras Waddenooien en ook wel dat we hebben laten zien dat de oppositie andere keuzes had gemaakt dan de coalitie heeft gedaan. Ja, denk je dat er nog geld vrijkomt uiteindelijk om dat kunstgrasveld in Waddenooien te gaan realiseren? Ja, wij hebben nog heel weinig inzicht in wat er aan keuzes voorkomt bij de perspectievennota. Dus daar kan ik nog geen uitspraak over doen. Die perspectievennota komt eraan, hè? Ja, die komt eraan en er zullen best moeilijke keuzes naar voren komen, want we hebben niet veel geld meer en we zien nu al dat er toch nog wel bepaalde uitgaven liggen te wachten. Dus dat zal best nog een zware dobber worden. Nou, die bepaalde uitgaven, daar praten we onder andere over. Vertel eens maar over de stand van zaken rondom Veilig Thuis. Veilig Thuis, nou die uitgaven daarbij, die zullen niet bij de perspectievennota volgens mij voorbij komen. We hebben daar al een discussie over gehad. En we hebben ook als raad eigenlijk gezegd, die begrotingswijziging, het meer geld wat wordt gevraagd, daar zijn we het niet mee eens. Omdat we eerst willen dat de zaak daar op orde is. Ja, daar is heel wat over te doen. Landelijke commotie, ook bij de GGD Gelderland-Zuid. Kun je eens vertellen in hele simpele woorden wat er nou precies speelt? Nou, het is inderdaad een landelijke tendens, omdat de Rijksoverheid het over heeft gedaan naar de regio's. Dat de gemeenten er zelf voor moesten zorgen, dus een wettelijke taak. Dat gaat dan het voormalige meldpunt kindermishandeling. En de jeugdzorg, die is dan ondergebracht bij Veilig Thuis. Iedereen kent de spotjes van Het gaat niet over, niet vanzelf. Het houdt niet op, niet vanzelf. Ja. En daardoor is ook de vraag toegenomen, blijkt. Tenminste, er is meer gemeld wat betreft mishandeling. En dat betreft niet alleen kindermishandeling, maar zelfs ook wel oudermishandeling. Dan zit je met het probleem, en die risico's waren van tevoren bekend, dat je bepaalde partners samen moeten gaan werken. De ICT moet op elkaar gaan aansluiten. Dus het is een hele operatie geweest die nog niet vlekkeloos is verlopen. En waar komt dat door? Dus toch een stukje aansturing. We hebben gezien dat vorig jaar bij Gelderland Zuid de teammanager is uitgevallen. ICT was helemaal nog niet op orde. Bleek ook problemen te zijn dat ze op verschillende locaties werkten. Dus een janboel, om het zo maar te zeggen. Ja, inderdaad. Ja. We hebben in het verleden ook wethouder Dries hier gehad. Die is hier bij betrokken. Hij is ook de vicevoorzitter, geloof ik, hè, van de GGD Gelderland-Zuid. In het AB, het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur, klopt. En de GGD, dat is een samenwerkingsverband van 18 gemeentes, 18 gemeentes in Gelderland, ja. Hoe staan die zaken er nu voor? Er is pas weer een inspectiebezoek geweest. Het blijkt wel dat de wachtlijsten ook weer zijn opgelopen. Dus er worden echt hele kritische noten gekraakt. Vanuit Tiel hebben we gevraagd om te onderzoeken of Veilig Thuis überhaupt wel bij het GGD moet worden ondergebracht, of dat het niet meer in regionaal verband, dus met minder gemeentes, kan worden uitgevoerd en dat onderzoek loopt. Betekent dat schaalvergroting niet altijd goed is? Dat leid ik af uit jouw woorden. Dat is inderdaad niet altijd goed. Als je nu ook ziet, wat heel kwalijk is naar ons oordeel, is dat er nog slecht dossiers overgaan naar de sociale wijkteams, zoals we hier de jeugdteams hebben in Tiel, en naar het veiligheidshuis. Dat duurt te lang en daardoor lopen problemen alleen maar op. Eigenlijk staat die raad een beetje buitenspel, hè? Je kunt wel signaleren, maar het zijn 18 raden bij elkaar van 18 gemeentes. Hoe gaat de wethouder van Tiel daarmee om volgens de ChristenUnie?
Nou, hij heeft inmiddels wel een duidelijk signaal gekregen dat we vinden dat hij daar wat harder in moet gaan zitten. Wij hebben het idee gekregen dat we te laat zijn meegenomen in de problematiek. Toen kwam het naar voren en dan verwachten we toch wel een stevige vuist in het AB van laten zien van het gaat wel ergens om. Mensen die echt in de zware problemen zitten, die kun je niet te lang laten wachten, want het gaat van kwaad tot erger. Dat signaal, die gevoeligheid daarvoor, die misten we daar een beetje in. Heeft hij te lang gewacht om het een en ander kenbaar te maken binnen de Tielse Raad? Dat gevoel hebben wij wel gekregen, ja. Maar met name het gevoel, moet ik wel was, zeggen... Was dat ook zo? Of was het alleen maar een gevoel? Concreet. Nou, de communicatie ook van de directie. We kregen de directie terug. We hebben een bijeenkomst laten organiseren met al onze vragen die we hadden. Die is ook bij veel mensen in de verkeerde keel gehad geschoten. Ja, omdat daar gewoon ook niet die urgentie van de problematiek duidelijk werd en de oplossingsgerichtheid. Er werd gewoon eigenlijk verteld van wat doet Veilig Thuis? Ja, wat doet Veilig Thuis en we hebben geld nodig, kom maar op. Precies, terwijl ook, we hebben gezien, er is ook een discussie landelijk geweest vanuit moties ook... van zijn er misschien meer middelen nodig, waarop de staatssecretaris ook duidelijk zegt... ga eerst die knelpunten oplossen, dat los je niet altijd op met geld. Dat is ook een cultuurprobleem, een organisatorisch probleem. Als dat opgelost is, dan kun je zeggen waar moet nog echt geld bij. Maar alternatieven, die zijn er niet echt, hè? Dat weet ik nog niet, dat wordt nog onderzocht. Jawel, oké, maar als er een nieuw vehikel moet opgetuigd worden... dan gaat alleen maar meer geld kosten. Als je ziet hoe we regionaal samenwerken op het gebied van zorg, ook met de safe teams, dan kun je best zeggen van misschien kan het dichter bij huis georganiseerd worden. Als je ziet hoe mooi het nu al werkt met de jeugdteams, dat er veel meer ontschot is. Dat betekent dat diverse instellingen die werken op het gebied van jeugdzorg veel meer met elkaar samenwerken. Dan denk ik dat daar best nog wel wat gewonnen kan worden. Is daar politiek al draagvlak voor? Er is een motie geweest waarop we hebben gezegd dat moet worden onderzocht. Dus in die zin is de draagvlak, zeker als je ziet hoe het nu niet loopt. Oké, nou goed, wat vervolgt dus? Zeker. De afgelopen raad, dat was ook weer een hele bijzondere. Het was weer een latertje. Eén ding wat er opviel was de behandeling van de Stichting Solar. Wat hield dat precies in? De Stichting Solar dat is een initiatief geweest van mensen uit vanuit de inwoners. Een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief. Er zit een jurist in, een notaris, iemand die financieel onderlegd is. Ja, niet de minste namen. Niet de minste namen. En die hebben gezegd van we willen stimuleren dat sportclubs zonnecollectoren op de daken van de accommodatie kunnen leggen. Die verdienen daarmee, want die hebben tegenwoordig moeten ze alle eindjes aan elkaar knopen. Daar kun je terugwinnen. Je gaat daarmee voldoen aan je klimaatdoelstellingen, daar leg je de lat ook steeds hoger mee. Dat is natuurlijk mooi om meer aan het milieu te doen. En om die clubs te ontzorgen en dat te stimuleren dat er meer gebruik van wordt gemaakt, hebben zij de handen ineengeslagen en gevraagd aan de gemeente van mogen we dat doen? Kunnen we daar een geldbedrag voor krijgen als een subsidiesteuntje in de rug? Ja, en vanuit de landelijke overheid zijn daar bedragen voor. De bedoeling was dan dat zij, of is, dat zij dat dan beoordelen. En als het allemaal volledig goed is, dan kan men daar gebruik van maken van die actie. Nou, hartstikke mooi natuurlijk, zo'n initiatief. En toen? Nou, de mensen, ze kunnen inderdaad zorgen dat clubs begeleiden in het subsidieaanvragen bij het Rijk en bij de provincie. En de gemeente heeft daar een pot voor om daar leningen aan te verstrekken aan die club, zodat ze ook inderdaad verder kunnen met die aanschaf van die panelen. Ja, want subsidie, dan lijkt het alsof je het krijgt, hè? Diensten en geen wederdienst. Juridisch zal het ongetwijfeld zo zijn dat het dan een subsidie heet, maar het is eigenlijk een lening. Hè? Men betaalt dat na verloop van tijd weer terug met geloof 3% rente. Precies, en inderdaad een lage rente. Maar zonder te diep op die regels allemaal in te gaan, die raadsvergadering die was er. Mooi initiatief, je zou zeggen, hamertje tik. En toen? Toen waren er wat juridische angels, want omdat de gemeente het nu niet zelf regelt, maar het in een stichting onderbrengt, werd gekeken van hoe is de aansprakelijkheid als een vereniging failliet gaat of die krijgt geen toekenning, kunnen ze dan ergens in beroep? Daar werden heel veel haken en ogen gezien. Ja, dat is met name gebeurd door GroenLinks.
Heel opmerkelijk trouwens. GroenLinks is volgens mij van de zonne-energie en ga zo maar door. En de PvdA. Hoe kijkt de ChristenUnie daar tegenaan? Nou, wij hebben gewoon gezegd doen. We willen er vooral stimuleren. Ook in de tijd waarin je steeds meer bij de inwoners terug wil leggen. Dat je als overheid je wat wil terugtrekken. Bovendien heb je een doelstelling. Je wil het bevorderen dat er milieuvriendelijk wordt omgegaan. Dat je van die fossiele brandstoffen afgaat. En als je ook nog sportclubs kunt ontzorgen en kunt stimuleren dat die wat voordeliger uitkomen in de toekomst, want dan praat je over een 10 jaar terugverdientijd, dan zeggen we ja, wij zijn van de kaders als raad en als je dan gemeentelijk is het ook onderzocht hoort dat juridisch geen probleem moet zijn, dan voert dat voor ons te ver om daar zo op te zitten omdat je daarmee ook niet mensen stimuleert om nog eens een keer je nek uit te steken. Als burgerinitiatief, ja. Nou goed, straks hebben we Nathan Gratissen nog in de uitzending. Ik ben heel benieuwd hoe hij daar tegenaan kijkt. Je bent zelf ook nog heel druk met andere zaken, wel politiek gerelateerd. Onder andere met de aanschuiftafel in de wijk Rauwenhof. Dat klopt, ja, dat is eigenlijk ontstaan door vorig jaar, door het... Dat was het afsluiting van het jaarthema Wijk en Buurt. Daar kwam naar voren dat de wijklunch in Tiel-Oost niet zou door kunnen gaan. Dus zat ik even weer met mijn andere pet op. Ik ben ook kerkelijk actief en ik dacht van nou, dat is misschien leuk om dat als kerkelijke gemeente op te pikken. Dus gelijk even contact gelegd met de wijkregisseur en met mensen van de aanschuiftafel daar. En wat is daaruit gekomen? Toen kwam eigenlijk naar voren dat die wijklunch wel door kon gaan. Maar omdat ze in Tiel-Oost en Frederik Bennis van de Oudere Gelderland ook elders contacten had, kwam naar voren van, in de Cambie van Noten, Paul Heijnen, die wil graag meer doen met de brede zorgschool. De wijkregisseur en Mozaïek, die constateerden dat daar ook. Dus toen hebben we daar verder verkennend onderzoek gedaan en gekeken wat de haalbaarheid was. En hebben we dat als heel ander nieuw project opgestart met onze kerkelijke gemeente. Ja, en dat is dus haalbaar, concreet? Ja. In Magnificatkerk, daar praat ik dan over, zijn 20 vrijwilligers gevonden. We gaan nu elke tweede donderdag van de maand een aanschuiftafel organiseren, waarop mensen zich wel van tevoren moeten aanmelden en dan om 5 uur kunnen komen. Dus ook omdat we zoveel vrijwilligers hebben, ook mogelijkheid om vervoer te regelen voor mensen. We hebben ook contact met de STMR, met de wijkverpleegkundigen. Omdat die kunnen signaleren van, nou, daar zou wel eens behoefte kunnen zijn. Die kunnen die mensen met ons in contact brengen. En zo hopen we aan een goede vraag te voldoen. Dus dat is ook een mooi burgerinitiatief. Als mensen daar gebruik van willen maken, waar kunnen ze terecht? Dan kunnen ze, ze kunnen zich aanmelden bij mijn privé e-mail. Dat is jdstoeten@upcmail.nl. Mm-hmm. En bij Freya Vos, maar daar heb ik zo het telefoonnummer niet van bij de hand. Kwestie van even googelen zal er vast. Precies, er is een Facebookpagina, Tiel aanschuiftafel Tiel Noord. Op Actief in Tiel staat het bij de activiteiten genoemd. Nou, dus dat moet lukken. Een drukke dame nog altijd. Heb je er nog zin in voor de komende jaren als fractievoorzitter bij de ChristenUnie? Ik vind het heel leuk, omdat je ook gewoon merkt, je hebt steeds meer contact in de stad. Je kan wat meer netwerken en verbinden. Ook omdat je meer contact hebt met organisaties, kun je ze wat helpen om bij de juiste personen terecht te komen. Dus achter de schermen is er ook een hoop werk te doen. Zelf hebben we, naar aanleiding van de rekenkamer functie die weg was bezuinigd, hebben we een amendement ingediend. Dat is toen aangenomen. Dus ik ben ook nog druk met het optuigen weer van de rekenkamercommissie. Dus nou, we horen het al. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Precies. Mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan. Nu in het koetshuis Nathan Gratissen, hij is de fractievoorzitter van de Tielse PvdA. Er is weer voldoende te vertellen, Nathan, hè, als het gaat over politieke zaken. Ja, zeker. Zojuist met Jolanda Stoeten van de ChristenUnie daar ook over gesproken, over veilig thuis. Ja. Ja. Jij wilde nog het een en ander verder aanscherpen, hè, naar aanleiding van wat zij verteld heeft. Ja, wat niet aan bod is gekomen en wat de laatste tijd de krant heeft gehaald, met name in de Gelderlander, is dat er wachtlijsten zijn en dat er ook sprake zou zijn van wachtlijst die verborgen is gehouden voor de politieke en voor de inspectie jeugdzorg. Ja, jij was ook met name laaiend op die directeur van die club, hè? Ja, waarom? Dat gaat. Allereerst even Veilig Thuis, die houdt zich bezig met het probleem van ouderenmishandeling, kindermishandeling en van huiselijk geweld. Dus dat is heel erg ernstig. Mensen die daar
daar terechtkomen. Hè? Mensen waarover gesproken wordt, over wie gesproken wordt. Ja, daar is een serieus probleem mee. Die moeten wij als overheid ondersteunen. Dat is een van de kerntaken van de overheid. Is dat je mensen helpt die in nood zitten. Mensen die mishandeld worden, die moeten geholpen worden. Er moeten maatregelen voor genomen worden. En als er wachtlijsten zijn, dat is natuurlijk uitermate ernstig. En we hebben tot nu toe altijd te horen gekregen van de meest ernstige zaken, die worden wel opgepakt, die gaan naar de politie toe. Maar de laatste dagen zijn in de pers zijn berichten verschenen dat dat niet het geval is. En dat is niet zo mooi. Nee, dat is zeker. Dat is heel erg ernstig. Opzet? Ja, dat is dus de vraag. Daar moet nu naar gekeken worden van wat is daar dan precies in de hand. Is inderdaad, en want het verhaal, er zijn klokkenluiders geweest binnen de organisatie van Veilig Thuis, die met het verhaal naar buiten zijn gekomen, anoniem. Dus blijkbaar durven zij dat ook niet en plan publiek te doen, niet met naam en toenaam. En als dat het geval is, dan is dat natuurlijk heel ernstig. Maar er moet eerst wel goed gekeken worden. Hè. Er zal de inspectie jeugdzorg mee bezig zijn. Maar ik neem aan dat op dit moment ook het bestuur van de GGD er bovenop zit en kijkt van wat is nou dan precies aan de hand. Ja, en onze wethouder, de heer Driessen? Ja, die is vicevoorzitter van dat bestuur. Dus die heeft inmiddels de signalen van de raad ook wel duidelijk in zijn oren. Heeft hij een probleem? In die zin, er is een probleem, omdat die meldingen, als er een geheime lijst is, als die melding niet goed behandeld wordt, dan is er een probleem bij de GGD. Maar de vraag is, waar ligt dat probleem? Ligt dat probleem tussen, is dus het vermoeden dat er geen openheid van zaken wordt gegeven? En is het zo dat probleem bij de GGD zelf ligt? En bij de organisatie of ook bij het bestuur? Dat is de vraag. Ja, dat moet ook bij het bestuur ligt, dan is er inderdaad een probleem. Ja, bijvoorbeeld de voorzitter Frinks, die zal ook met een probleem zitten. Ook omdat het gerucht gaat, maar goed, dat is weer op die basis van die anonieme brief. Hè. Dan maakt het ook lastig om te praten. We weten niet precies wat er aan de hand is. Dat moet eerst bekeken worden. Daar staat ook in dat wethouder Frinks er vanaf wist. En als hij vanaf weet, dan heeft hij ook wel een probleem in Nijmegen natuurlijk. Gerommeld dus. Ja, heel veel gerommel. Hoe gaat het aflopen volgens jou? Nou, het ernst is natuurlijk dat het gerommel is die gaat over mensen die mishandeld worden. Hè? Ja. Een hele ernstige situatie. En dat je geen openheid van zaken geeft, dat de GGD dat doet om zichzelf te beschermen ten koste van mensen die mishandeld worden. Ja, dat zou natuurlijk ongelooflijk ernstig zijn. Ja, wordt vervolgd. Ja, dat wordt absoluut. Hadden we tegen Uland ook al gezegd. Maar ook de Tielse PvdA zit er bovenop. De afgelopen raadsvergadering, ook met Jolanda is juist over gesproken, die stichting Solar. Ja. NATO Gadesen stak zijn vinger op en die zei van nou, ik vind het een fantastisch initiatief. Ja. Maar we gaan het zo niet doen. Nou, daar komt het op neer. GroenLinks, PvdA en ProTiel. Hè? Dus drie fracties en uiteindelijk de PVDB en Sociaal Tiel, die waren nou ben ook jij zelf eens. Van huis uit een jurist. Ja. En het ging met name ook om juridische zaken. Nou, ik denk dat het een misverstand is. Het gaat niet zozeer om echt pure juridische zaken. Maar het gaat erom van wat draag je over aan inwoners. En er komen inwoners. Dan hebben we het over die burgerparticipatie. Hè? Ja, maar die stichting Solar was totaal not amused. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Oh, ik heb ze niet gesproken, dus dat weet ik niet. Maar de vergadering terug bekijkt, hè, ja. Hoe dat gegaan is. Een drie kwartier lang, 50 minuten lang hierover spreken. Ja. Vond het ook lang hoor, moet ik eerlijk zeggen. Het is geen club waarvan je zegt van nou, daar zitten de eerste de beste koekenbakkers in. Nee, maar kijk, dat moet niet uitmaken hè, wie er in zo'n stichting zit. Kijk, als een stichting voorbij komt die zegt wij willen iets gaan doen voor de gemeente, dan moet je gaan kijken van wat wil je dan gaan doen, dat moet je beoordelen. Moet niet uitmaken of er Jantje of Pietje in zit, of we die personen kennen of niet kennen, dat moet niet uitmaken. Maar ze zitten er wel. Ze zitten op publieke tribune. Maar wat het punt was, en dat hebben wij ook voortdurend opgehamerd, alleen dan krijg je een tegenreactie en die verwijt ons dan dingen die gewoon niet kloppen. Waar we voortdurend op hebben gehamerd, wij zijn blij met die stichting. Die stichting die wil investeren in. Hè, die stichting kan ik jou vertellen, die was niet zo blij met hoe het verlopen is. Nee, maar goed, die stichting die wil sportverenigingen helpen. En dat gaan zij doen door subsidies aan te vragen voor zonnepanelen bij het Rijk, bij de provincie, crowdfunding op te zetten. En als laatste onderdeel stond erin, ze kunnen ook subsidie in de vorm van een lening krijgen van de gemeente. En dat is tot daartoe helemaal geweldig. Daar waren we het volkomen mee eens. Alleen, er stond een heel klein onderdeel van dat plan was van die leningen die gaan uitgegeven worden. En die subsidies in de vorm van leningen gaan uitgegeven worden door de stichting aan de sportverenigingen. En met dat kleine onderdeel, daar waren wij het niet mee eens. Wij vinden dat subsidieverlening is een taak voor de gemeente.
En wij vinden het raar dat als er een stichting langskomt en een groep inwoners die daar op amateurbasis mee bezig zijn in hun vrije tijd, dat je zegt van nou, die mogen vervolgens die subsidies gaan verlenen aan sportverenigingen. Het zijn natuurlijk wel professionals binnen hun vakgebied. Binnen hun vakgebied. Daarom zitten ze daar in die stichting. Ja. We praten over een notaris, we praten over een fiscalist. Ja, maar goed, dat was ook mijn vraag aan de stichting, van in hoeverre is er ervaring met subsidieverlening. Ja. Dat is echt een aparte tak van sport. Een notaris hoeft geen verstand te hebben van bestuursrecht. Dat is weer een hele andere tak van sport. Hij hoeft geen verstand te hebben van het verlenen van subsidies. Bovendien moet je ook voor zorgen dat daar goede besluiten worden genomen, dat die subsidie op een goede manier verdeeld wordt. En dat zou dat niet kunnen als de gemeente als sportvereniging daar niet mee eens staat. Als sportvereniging Want zo bracht je het, hè? Nee, kijk, het gaat erom dat als sportverenigingen daar niet mee eens zijn. Hè. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als zij een subsidie aanvragen, dat kwam wordt er een helder antwoord van de wethouder. Ja, dan moeten ze bezwaar maken bij de stichting. Nou, en vervolgens, als je het daar niet mee eens bent, kun je naar rechter toe. Ja, dat Zo klopt. Is dat in Nederland toch geregeld? Ja, dat klopt. Maar dan ben je al heel ver in het traject. Hè. En bovendien, wat er gebeurt, is die stichting, daar zit geen controle op. Als het bij de gemeente blijft, dan zijn we als gemeenteraad verantwoordelijk voor de controle op het college. Hè. Het college van burgemeester en wethouders, mm-hmm. die voert die subsidie dan uit. Die deelt dat geld uit, anders, die verdeelt dat geld onder de sportverenigingen. En wij kunnen dan vervolgens kijken, is dat geld goed verdeeld, ja of nee? Als de stichting dat geld gaat verdelen, dan kan niemand dat controleren. Ja, je kan het constateren dat het fout is gegaan, maar je kan er niks aan doen. Je kan halverwege niet bijsturen. Stel je voor dat er opeens een ontwikkeling komt, dan iets heel anders. In plaats van zonnepanelen heb je koelwarmteinstallaties. Maar goed, zo zijn er natuurlijk best wel punten en komma's te vinden. Maar, nee, het gaat mij erom. Van als je halverwege als raad zou willen zeggen van wij gaan dat veranderen. Ja. Dan kan dat niet meer op het moment dat je bij de stichting hebt ondergebracht. Ondanks even dat efficiënt even zou de bocht, zijn. Want het hele verhaal is teruggenomen. Hè? Ja. Als het op stemming aangekomen zou zijn, dan was het een 13-13. Ja. Oftewel had het niet gehaald. Ja. Er wordt opnieuw huiswerk gedaan. Ja. Korte de bocht, hoe wordt het dan volgens jou wel goed opgelost? Hoe kan dat wel? Nee, kijk, dat is ook belangrijk. Want zonder het heel diep in de details te gaan. Dat zou ik niet doen, maar die stemming vind ik wel belangrijk, want het was 13-13 geworden als het tot stemming was overgegaan. Hè? Mm-hmm. Daarom vond ik de ingreep van de PVDB. PVDB die zei van neem dit nou mee terug, ga er naar Noorskennen kijken. Vond ik een hele goeie. Want nogmaals, wij vinden het plan voor de rest, vinden wij het een heel goed plan, dat die stichting verenigingen wil helpen, is helemaal geweldig. Ja. Alleen, die subsidieverlening, die moet wat ons betreft bij de gemeente blijven. En ik hoop dat de wethouder dat gaat inpassen. Ja, en dan kan het wat ons betreft helemaal door. En dan krijgt die stichting alle lof die de stichting verdient. Want nogmaals, ze doen fantastisch werk. De toekomst zal dat dan leren. Eigenlijk een bredere discussie levert dit op. Hè? Want we hebben als raad gezegd burgerparticipatie. Oftewel, burger moet meer gaan doen. Ja. Nou komt er zo'n initiatief. Ja. Krijg je meteen dit verhaal. En voor beide punten valt wat te zeggen. Wat mevrouw Stoeten bijvoorbeeld zei, maar wat jij ook zegt. Ja. Moeten die kaders nog afgestemd worden? Is dat, Nee, ik denk dat dat gewoon een proces is waarin we moeten blijven zoeken. Want er komt, hè, vandaag komt die stichting Solar op bezoek. En morgen is het iemand anders. Ik vind wat ook een mooi voorbeeld is geweest, dan kan ik ook de koppeling met de stichting Solar leggen, dat is de speeltuin in die Rijnlaan. Ja. Die bewoners daar die hebben gezegd, wij willen daar staat een terrein leeg, hè, van een school geweest. Ja. Wij willen daar een speeltuin gaan bouwen. Nou, die hebben er hartstikke veel moeite mee gehad. Ze hebben uiteindelijk het wel het een en ander kunnen realiseren. En daar gaat het mij precies om. Het gaat mij erom dat zij hebben moeite gehad, omdat zij tegen punten aanliepen waar zij de steun van de gemeente nodig hadden. En ik denk van die stichting, en dat wisten zij van tevoren ook niet. Ik denk dat die stichting juist geholpen moet worden bij die subsidies. En daarmee zijn die sportverenigingen ook beter beschermd. Bij de Nierijnlaan kreeg je bijvoorbeeld dat zij gingen daar rubberen tegels aanleggen en speeltoestellen. Dus zij hielden stoeptegels over. Die moesten zij vervolgens, belden ze de gemeente op van we moeten ermee. Maar de gemeente was echt, dat is ook loslaten. Hè? De wethouder zei in de commissie loslaten, dit is ook loslaten. Zoek het zelf maar uit waar je ermee doet. Dus jij noemt maar ja, het dat is niet goed. Kijk, dan moet jij noemt het eigenlijk gewoon een leerproces. Ja, het is een leerproces. Ja. Maar je moet dus wel naast die vereniging gaan staan en samen iets oppakken. In plaats van dat je zich loslaat en gooi het over de schutting en zoek het zelf maar uit. Nathan, we kunnen nog uren doorbabbelen. Gaan we niet doen. Ik nodig je binnenkort alweer uit om eens verder te praten over het een en ander. Altijd welkom. Goed, doen we dat bij deze. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van het Koetshuis. Graag tot de volgende keer.